Hoi, ik ben Meng Fong. Ik ga vandaag van die mini lumpiatjes maken. Laat ik zien wat je nodig hebt. Allerbelangrijkste, lumpia velletje. Ja. Spitskool, prei, ui, wortel, shiitake. Je kan ook normale champignons gebruiken of die gedroogde snee-champignons ook, maar ja, die moet je weer weken, dus vind ik zoveel gedoe, dan heb ik een shiitake gekocht. En nog 2 eitjes. Die ga ik eerst in sliertjes snijden en dan ga ik zo kijken of ik een heel kleine stukjes kan krijgen, anders ga ik even mixen. Alles echte ook mini zijn. Ja, ik denk dat het wel mini genoeg is. Je kan ook in plaats van deze Chinese kool gebruiken of witte kool. En dan die sliertjes. En dan fijne snippers. Weet je wat? Deze doe ik gewoon even in de blender. Ze verder sneller. Even het staakje in de blender. Mooi. En die ui. Ui en prei, die 2 combineren, is echt heel erg lekker. Die gebruik ik ook zo graag bij de ene hapjes, een kali kok. En dan met kip erbij, zo'n 3 dingen. En currysaus, currypoeder bedoel ik. Dus echt heel lekker. Wow. Ik ben zo emotioneel van. En flink veel prei, dus die durf ik echt niet te snijden. Zo, daar gaan we. Klaar ben ik. Ik ga nu wokken. Ei. Gewoon snel roeren, dat het nog helemaal fijn wordt. Nog eentje erbij. En nu ga ik die ui en prei laten bakken. Deze bakken totdat het een beetje uitkomt en dan kun je eigenlijk al die andere groenten toevoegen. Ga ik nog een beetje olie erbij doen, want olie is inmiddels alles opgemaakt. Kijk, spitskool en winterbeen. Zo, daar gaat die. Mixen. Nou, alles een beetje zacht, dus ga ik nu het shiitake erbij doen. En nu maar wat smaak toevoegen. Een beetje smakeloze lumpia's willen we niet hebben. Een beetje zout. En een goede lepel oesterzout. Peper, een beetje rijstwijn, sesamolie. Zo, het is nu tijd om in te pakken. Oeps.
is 1. Nou, zo kun je gewoon heel veel maken. En dan daarna invriezen. En als je nou weer wil eten, dan kun je gewoon direct uit de diepvries gelijk in de frituurpan doen. Niet te laten ontdooien. Dan, als je het nu laat ontdooien, dan gaat de vocht van de groenten het velletje kapot maken. Dan heb je niet zoveel aan. Nou, ik heb inmiddels al 10 gemaakt. Die ga ik nu eerst frituren. Aan de zijkant laten we het binnen glijden. Deze hoef je niet zo lang te laten frituren, dat weet je zelf ook, want ik heb net de vulling gemaakt en die is lekker warm. Dus de binnenkant is al warm, alleen wat we nu doen is gewoon buitenkant goudbruin frituren. Ik zal hem uithalen. Dit ziet er heel mooi uit. Zo, heerlijke mini lumpia. Feestdagen. Tot de volgende keer. Eet smakelijk. Nou, ik ga verder bakken. En verder inpakken. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.